boven opent. Zes lokale op een rij, de kinderen kwamen lopen. We deden toen nog de letters mooi geschreven. En alle meesters strak in pak, waar is de tijd gebleven? De jaren volgden elkaar op, er kwamen steeds meer kinderen. Lokalen werden bijgebouwd, men wist de school te vinden. De zolder werd het bovendek, daar kon je samenwerken. De juf en meester waren streng, en dat was wel te merken. Ken je het kompas? Ken je het kompas? Die school krijgt er al 100 jaar met kinderen in de klas. Ken je het kompas? Ken je het kompas? 100 jaar een mooie school, als daar geen feesttijd was. Het gebouw werd gemoderniseerd, school moest met zijn tijd mee. Het wijkwoord ging, het wijkwoord kwam, daar waren we heel blij mee. Computers in het klaslokaal, die goede oude tijd even weten. Het kompas is in die 100 jaar veranderd en gebleven. Het onderwijs tot eeuwig God wordt hier nog steeds gegeven. De Bijbel wijst nog steeds een weg, we willen daaruit leren hoe wij de Heere onze God in alles kunnen eren. God is ons kompas, God is ons kompas. Al 100 jaren Jezus naam genoemd in elke klas. God is ons kompas, God is ons kompas. Hij is de gids, de vader die er is en altijd was. We danken u, o Heere God, voor al uw zegeningen. Voor onderwijs vol veel plezier en alle fijne dingen. De kinderen en personeel en ouders alles samen. We zegen.